Ik ben zo blij, ik ben zo blij. Ik heb een training van Annie ten Duis. Op de site wil ik het allemaal een beetje nieuw hebben. Hoeveel er dan eigenlijk nog uitkomt? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik zit er nog een beetje make-uploos bij in alle vroegte. Ik ben me aan het voorbereiden, want ik heb zometeen een gesprek met een nieuwe collega die in januari bij ons begint. En daarna gaan we straks met de kindjes Sinterklaas binnenhalen, want die komt vandaag aan. Ik ben zo blij, ik ben zo blij. Het heeft geen specifieke reden, het is gewoon super mooi weer. Sinterklaas komt zo meteen aan. Ik heb een fijn gesprek gehad. Ik kwam net een lief iemand tegen. En daar word ik blij van. Thuis bij de kindjes. En de lieve papi. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ben je nog steeds televisie aan het kijken? Nou, we hebben ook wel wat andere dingen gedaan. Dat is ook zo leuk, hè? Ja. Ja. Hey, kaboutertje. Ik ben onderweg naar de kapper. Niet mijn eigen kapper, want die is met verlof. Maar een kapper bij ons in het dorpscentrum. Waarom ik dan in de auto zit, eigenlijk geen idee. Ja, omdat mijn fiets, die moet even gerepareerd, die trapt een beetje zwaar. Dus ik ga even snel heen en weer met de auto. Ik laat even mijn haar heerlijk wassen en feunen. Gewoon omdat het kan, omdat ik even een verwenmomentje er even zin in heb. En dan gaan we straks Sinterklaas binnenhalen. Kijk, ik ben even blij zijn met mijn mooie haar. Ik heb dan nog even wat cadeautjes gehaald en ook mutsjes, lekker op tijd voor de jongens. Hij komt zo meteen binnen. Dan kunnen ze toch een beetje Zwarte Pietje spelen. Ik kreeg net een appje dat Zwarte Piet zo komt. Dus we gaan zo eens even kijken. Wie is daar bij de deur? Zullen we eens kijken? Hallo. Ik kan hier nog een cadeautje brengen voor de Zwarte Piet! Ja! Hij komt net uit bed. Wil ik even slapen? Kijk eens. Kijk eens. Ik heb jou niet gezien in het dorp. Wat zeg je dan? Dank u wel. Alsjeblieft, lieverd. Dag, Zwarte Piet. In je schoen zetten, hè? Doei. Ja, we gaan een schoen zetten straks. Goed zo. Dag. Hoe vaart dat? Zwarte Piet. Kwam Zwarte Piet zomaar aan de deur? Nou, dat is leuk. Ja. Wat heb je gekregen? Een cadeautje. Wauw. Zullen we die uitpakken? Ja. Goed. Ik ga maar lekker op de bank zitten, de mama bij jou. Wat is erin? Oh. Wauw. Daan. Ja. Wat zit erin? Een boek. Ja. We zijn bij opa en oma. Ja. Ja. Want jij wil zo je schoentje zetten. Ja. Wat gaan we vragen aan opa? Hoi. Wie gaat het opeten? Paard opeten. Ja. Dan moet je heel veel hooi. Ja. Is dat voor het paard? Ja. Vasthouden. Vasthouden. Over die in de zak. Zo. Kijk eens. Heb je hooi voor het paard? Ja. Zullen we die een stukje open doen voor Zwarte Piet? Goed zo. Keurig. En daar staan jullie schoentjes. Zullen we samen zingen? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn... Hoe gaat ie? Schoentje. Kapoentje. Goed zo. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje.
Super kaarten. Goed zo. Weet je wat we nu gaan doen? Ja. Dan gaan we snel slapen. En als jij slaapt, dan komt Zwarte Piet. En als het goed is, dan haalt hij het hooi eruit voor het paard. En dan stopt hij een cadeautje erin voor Daan. En een cadeautje voor Tim. Ja. Dan morgen, als je wakker wordt, zitten de cadeautjes in je schoen. Ja. Leuk? Ja. Nou, we hebben ze naar boven. Kijk eens wat er bij de kachel staat. Ja. Maar daar. Wat is dat? Op de grond. Ja. Wat is dat? Een cadeautje. Van wie heb je die gekregen? Deze Tim. Die is van Tim? Ja. Wauw. Kijk eens Tim. Kijk eens Tim. Dankjewel Daan. Wat zit erin? Een pet. En waar is het hooi dan? Daan. Ja? Waar is het, je had er gisteren hooi in gestopt. Waar is het hooi gebleven? Hooi. Daar. Is voor het paard hè? Ja. Daar heeft het paardje op gegeten. Ja. Ja, jij mag het openmaken. Dat is jouw cadeautje. Ja, er zat een cadeautje in je schoen. Ja. Oh. Wat is het, jongen? Ja. Wat zit erin? Ja. Puist uitgedrukt, het is maandag. Ik heb gisteren niet... Wij hebben weer lekker een familiedagje gehad. We zijn het bos in geweest. Maar echt genoten van elkaar en dus geen camera bijgehaald. Ik heb zelden zo'n functioneel dagje gehad als dat ik vandaag heb. Ik moest al op tijd bij de dokter zijn. Toen hadden we een vergadering op het werk, maar kwam er in de tussentijd achter dat twee collega's van de drie, dus twee derde van de collega's, ziek. Dus allemaal klanten omgezet, omgebeld, omgeswitcht. Danny die was zo lief om thuis te blijven toen ik vergadering had met mijn personeel. Maar goed, dat was maar met z'n drietjes. Met twee collega's en mezelf. Dus dat was niet zo'n hele grote groep. Maar Danny was zo lief om thuis te blijven bij de jongens. En we zouden de schoonmaakster krijgen. Dus ik had hem gevraagd, wil je alsjeblieft de boel een beetje opruimen? Had hij keurig gedaan, pak ik om 10:30 mijn telefoon, heb ik een appje van de schoonmaakster dat ze niet meer komt. Ze vindt het te druk en ze redt het niet meer. Dus ik durfde eigenlijk niet zo goed tegen Danny te zeggen dat dat het geval was. Want die was al een beetje onopperig geweest dat hij moest opruimen. Dus ik heb zelf de handen uit de mouwen gestoken. Ik heb ook immers geen schoonmaker meer nu, dus ik ben op zoek naar een nieuwe. Mocht je iemand kennen, let me know. Het is lekker schoon in huis. Daan is super lief. Die is de hele tijd aan het helpen. En zelf aan het spelen. Hè Daan? Je bent lief hè, schat? Ja. Ja. Ja, Tim die ligt lekker boven even te slapen. Dus nu is het tijd voor werk. Want daarvoor ben ik thuis. Ik had namelijk al wel even geprobeerd te regelen of ik zou kunnen werken. Nou, mijn moeder kon wel op de kindjes passen. Maar ik heb zoveel werk thuis dat ik gewoon echt... achter de computer moet. Dat ga ik dus nu doen. En mede ook, omdat ik normaal gesproken dinsdag ook thuis ben en dan al kan werken. Maar ik ga morgen naar Amsterdam, want ik heb een training van Annie ten Duis. Daar heb ik super veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er echt hoge verwachtingen van. Dus ik hoop dat die een beetje waargemaakt worden. Dus ik wil me ook eventjes voorbereiden door dingen op te schrijven en mee te nemen dat als we daadwerkelijk aan de slag gaan, dat ik ook een beetje een concreet plan heb van wat ik daar kom halen. En verder, de feestdagen staan voor de deur, dus ik moet even een nieuwsbrief maken. Dat probeer ik nu te doen. En anders moet ik vanavond even door. Is ook niet zo erg. Ik heb vanavond niks te doen. Moet ik even mijn zinnen verzetten en achter de laptop. Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En... ik ben onderweg naar Amsterdam voor een adviestraject met Annie ten Duis. Super, super gaaf. Ik ben op tijd vertrokken, eerlijk waar. Namelijk even voor 8. En dat is een kwartier te vroeg. Maar ik sta minstens al een kwartier in de file. Dus dat voorsprongetje ben ik al kwijt. En het is ook nog niet opgelost. Dus ik hoop dat het goed komt. Er is een ongeluk gebeurd. Ja, daar doe je ook niks aan, helaas. Dat is erg genoeg voor de mensen die erin zitten.
Maar ik heb er zo super veel zin in. Ik heb haar best hoog zitten op het gebied van ondernemerskennis. Dus ik hoop en denk dat ik enorm veel van haar kan gaan leren. Maar dat laat ik je weten. Nou jongens, waar zijn we dan? Rijkelijk laat. Namelijk 9:45 in plaats van 10:00. Gaan we naar boven. En aan de slag. Ik heb er zin in. Maar volgens mij heb ik dat al 25 keer gezegd. Maar het is echt zo. Nou jongens, dat was mijn dagje wel. Best wel intensief. En de meeste mensen zie ik met een soort van hoera gevoel daar vandaan komen. Dat heb ik nou niet zozeer. Niet dat ik er niks vond hoor. Ik vond het absoluut heel fijn en goed. Alleen het heeft me wel enorm aan het denken gezet. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Daar gaat misschien wel eens iets heel bijzonders gebeuren wat dat betreft. Dus nou ja, daarover later meer. Dus daar zit ik dan. Achter mijn laptopje. Het is vandaag overigens woensdag. Het is al 4:45. Ik had vanochtend een heel goed idee om die vlogcamera te pakken. Er is helemaal niet van gekomen. Ik stond een beetje op tijd met die kinderen wegbrengen en behandelen. Ik heb een lekker dagje gehad. Heel veel klanten weer helemaal mooi kunnen maken. Blije klanten ook weer. Dat is altijd het belangrijkste. En ook voor mij het leukst. En verder gewoon druk in de salon met de meiden. En alle klanten die we hebben kunnen helpen. En nu achter mijn computer. Gisteren natuurlijk die training gehad van Aniek. Die heeft me echt wel een beetje compleet in de war gemaakt. Dat is ook een beetje haar bedoeling. Is voor mij eigenlijk best wel een dingetje. Ik vind het ook echt wel lastig. Ze heeft me echt aan het denken gezet. Maar goed, ik ga in eerste instantie even de meest gemakkelijke veranderingen die ik wil doorvoeren, ga ik doorvoeren. Want we hebben helemaal een plan van aanpak gemaakt. En dan gaan we gewoon keihard aan de bak. En ik moet meer rust. Dat is het belangrijkste. Want ik vind een heleboel dingen binnen mijn bedrijf niet zo heel erg leuk. Maar dat komt met name omdat ik er eigenlijk geen tijd voor heb. Dus tijd maken, tijd creëren. Dat is ook een van de punten op mijn plan van aanpak. Je eigen tijd claimen. Hoi, het is donderdag vandaag. Ik ben pas weer heel laat met het pak van mijn camera. Maar dat betekent ook vaak dat er niet zo heel veel nuttigs te filmen valt. Ik heb net zoiets schattigs gehad. Ik heb Tim net gevoed. Ik sta nu op het punt om naar huis te gaan. Maar die kindjes waren net buiten aan het spelen. De meeste kindjes schieten hun ouders aan het benen willen dan ook mee naar huis. Maar Daan, die stond achter Tech en riep, doei mama! En ik mocht weer gaan. Dus die vond het helemaal goed dat ik weer verder ging. Verder heb ik vandaag zoiets super goeds meegemaakt. Ik was bij de juwelier. HA juweliers, die verdienen echt een shout-out. Super goed geholpen. Echt super goed geholpen. Ik kwam puur voor een set oorstekers. Dus het is echt niet het allerduurste wat ze verkopen. Bij lange na niet. Maar ik ben zo ontzettend vriendelijk en goed geholpen. Het werd helemaal voor me ingepakt en alles. Zelden meegemaakt. En niet zozeer bij hun. Maar überhaupt zelden zo'n goede service meegemaakt. Dus echt jongens, toppie. Nu gaan we naar huis. Nog even iets van informatie wat wel interessant is. Want ik klets er nogal in om. Hier staat een groot licht. En wij zijn steeds foto's aan het maken. Want op de site wil ik het allemaal een beetje nieuw hebben. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik loop er nog een soort van in pyjama bij. Daan, die mag vandaag afzwemmen. Hij is natuurlijk een peuter. En hij krijgt dan een puppy zwemdiploma. Dus dat is wel heel schattig. Hij moet dan eigenlijk doen wat hij iedere week doet. Dus het is ook niet heel nieuw. En de kans is ook zeer klein dat hij zakt. Maar als je het dan allemaal goed doet, krijgt hij een diploma. Maak ze even een dingetje van. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Oh ja, ik wilde je nog het restantje laten zien. Maar hij is al schoon. Ik heb net een groene smoothie op. Is dat interessant? Nee, natuurlijk helemaal niet. Normaal gesproken ontbijt ik met yoghurt en muesli. Maar dat was op. Dus bij gebrek aan beter heb ik groene smoothie gehad. Eigenlijk wel veel gezonder. Ik had er spinazie in, banaan, aardbei en lauwbessen. En ik wil eigenlijk al wat vaker dat nemen. Eigenlijk gewoon een periode weer iedere ochtend. Dan heb je al een hele hap aan groente en fruit binnen. En het geeft je energie, als het goed is.
Nou, dat moet nog maar even blijken. Ik wil je even dit lieve schatje laten zien hoor. Kijk nou. Het is een heel klein bolletje in dat hele grote bed. Die is in slaap gevallen op papa's plekje. Ik ga hem even klaarmaken en dan gaan we naar het zwembad. Ken je dat? Dat je zeg maar je tube bijna leeg hebt. Wat zeg je? Ik ben tegen de camera aan het praten. Oh, goedemorgen, jazeker. Dat je tube bijna leeg is. En dan doe ik het volgende. Ik knip hem gewoon door. Moet je kijken hoeveel er dan eigenlijk nog uitkomt. Dan kan je, ik denk echt nog wel een week smeren. Dus budgettip van mij, knip altijd je tubes open. Zit er een visje? Ja. Wat is dat? Wat ga je daarmee doen dan? Waar ga je naartoe? Dit is luier. Is dat een luier? Ja. En waar moet die? In de potten. Wat heb je gegeten? En het is te bellen. Wat zat er op je broodje? Poep. Poep op je broodje? Ja. Nee, appelstroop. Appelstroom. Het zit op je hele gezicht. Hey, Daan, ben je er klaar voor? Ja. Heb je diploma zwemmen? Ja. Ja. Ga je hem halen? Ja. Goed zo. We zijn wel een beetje laat, as usual. Met een kind toch, eigenlijk alle kinderen nog in de pyjama, zelfs papa is nog in de pyjama. Nee, goed. Papa gaat altijd zo. Ja, dat weet ik wel, maar dat is gewoon toch lekker praktisch. Ja. Het is wel een soort van je pyjama. Het is kleding. Het is geen pyjama. Oké, geen pyjama. Maar gewoon handig, want je kan die kinderen wel eerst aankleden en dan weer uitkleden. En nou ja, je snapt het. Dat doen we dus niet. Zitten wij ook klaar in het zwembad? Dat is gezellig. Diploma's in de pocket. Nu ga ik even gezellig lunchen met een vriendinnetje. Zo, wij gaan nog even lekker naar de markt. Ja, even mooie bloemetjes kopen. Wat een heerlijk dagje zo. Ik heb mezelf getrakteerd. Verse roosjes van de markt en lekker fruit gekocht met Timmy. Het is vrijdagavond inmiddels. Ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag!